om de toegang tot de internationale markt voor honingproductie conform internationale standaarden te verhogen, worden er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, voedselveiligheid trainingen georganiseerd. Vandaag was het de beurt aan een eendaagse training in Paramaribo, waaraan imkers vanuit de districten Paramaribo, Saramaca en Wanica meededen. De trainingen worden gefinancierd door Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, en moeten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteiten van de honingproductie. Trainer Peter van Oostveen vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt aan het bijdragen van de nodige vaardigheden om de honingsector te verbeteren. De vaardigheden moeten leiden tot meer exporten van Surinaamse honing, maar dan wel volgens de internationale standaarden. Eigenlijk weten we binnen Suriname niet hoeveel imkers er zijn. Er is eigenlijk nooit een echt goed onderzoek naar gedaan. En ik weet wel dat we al sinds 1900 een florerende honingindustrie hebben in Suriname. Maar we doen er eigenlijk te weinig mee. En nu door middel van deze trainingen proberen wij imkers samen te brengen en kennis te laten vergaren. Om daarmee de markt te vergroten en toch eens te gaan kijken naar de exportmarkt. We hebben een hele mooie honingindustrie in Suriname, maar eigenlijk voor de lokale markt. En het zou een hele mooie exportproduct kunnen zijn. Dus vandaar dat wij nu proberen de imkers kennis bij te brengen en te ondersteunen in van goh, wat zijn nou eigenlijk de eisen van een goed product. Er wordt weinig aandacht besteed aan de honingsector, terwijl de sector aardig wat potentie bezit, meent Van Oostveen. Gezien de nieuwe wetsproducten die ook betrekking hebben op deze sector, is het dus van belang om de kennis en kunde die hiermee gepaard gaan, beter te stimuleren. De nieuwe NIFS-wet komt eraan. Suriname is bezig met een nieuwe voedsel- en warenwet te organiseren. En daar komen veel strenge regels mee naar buiten. En dat betekent dat ook ondernemers, zoals imkers, zich aan bepaalde regels moeten gaan houden. En dat betekent dat de bewijslast van goed ondernemerschap ligt zometeen bij de ondernemer en niet meer bij de overheid. Dus dat betekent dat jij als imker moet aantonen dat je weet wat je risicogebieden zijn binnen je bedrijfsonderneming. En dat je daarmee op voorhand gaat voldoen aan die eisen van de straks van de nieuwe NIFS-wet. We weten dat wij een groot agrarisch bedrijvigheid hebben in Suriname. En dat er veel pesticiden en herbiciden worden gebruikt. En die stoffen kunnen meegenomen worden door de bij naar het huis. En dat betekent dat ze die stoffen in de honing kunnen achterlaten. En dat betekent dat het dus een product wordt die misschien schadelijk is voor de consument. De eerste training was op 24 maart in Koroni voor de imkers van Koroni en Nikeri. De volgende stap is om ook aan de imkers van de overige districten deze training te verzorgen, om zodoende de kennis landelijk en evenredig te verspreiden.